Zoveel spanning, opwinding en informatie we de voorbije jaren zeg maar, kregen bij Sofina, zo saai en traditioneel was het eigenlijk dit jaar. Niet dat er iets af te dingen valt op het communicatienetwerk en machine van Sofina, want uiteindelijk communiceren ze wat ze kunnen communiceren en dat nieuws was gewoon goed. En daar zit wel een groot verschil in. Per aandeel keken we vooral naar die intrinsieke waarden en eventueel andere gegevens of details ten aanzien van die waardering van die niet genoteerde en rechtstreeks aangehouden belangen. Maar die intrinsieke waarde die landde om en bij de 270, 278 euro. Geen grote verrassing daar in lijn met de modellen, maar vooral het is 1 à 2% lager dan het cijfer dat we gekregen hebben per einde 2022. Dat wil zeggen dat het eigenlijk stabiliseert en dat is ook wel nodig. Zeker na die hele turbulente 12 maanden die we vorig jaar hebben meegemaakt, waarbij je ongeveer de perfecte storm hebt gekregen tussen dalende beurskoersen, dalende waarderingen, bepaalde bedrijven die failliet gingen en dan natuurlijk dat Indiase Byju's, maar even zo goed de Hut Group en ga zo maar verder. Maar daar was vandaag allemaal dus geen sprake van. Het bedrijf heeft een pak minder geïnvesteerd, doet het nog altijd onder meer in Mistral, dat als nieuw element in die portefeuille wordt toegevoegd. Maar goed, dat is allemaal een klein beetje spielerij, omdat we toch niet echt goed weten wat dat bedrijf binnen 3, 5 of zelfs 10 jaar kan opleveren. We gaan er wel vanuit dat als Sofina iets doet, dat het goed nieuws is. Dus dat ze blijven investeren is wel een goed punt. De grootste aandacht ging dus naar de intrinsieke waarde en de componenten daarvan. De belangrijkste componenten, u weet dat Sofina opdeelt in 2 grote blokken. Namelijk Sofina Direct, de direct aangehouden belangen, en Sofina Private Funds. In andere woorden, de private equity belangen in de grote groepen. Nu, die eerste die zat eigenlijk verrassend genoeg een waarderingseffect dat positief was, ongeveer 2%. En onderliggend is dat belangrijk omdat op de analistenmeeting kregen we te zien dat dat te maken heeft met een negatieve impact, een positieve impact, een rate van 2% van wat betreft multiples, een positieve impact van 6% ten aanzien van groei, en dat is belangrijk, en dan 4% andere impact door eigen inschatting. Nu, die groei is wel belangrijk, hè, want die creëert de toegevoegde waarde die uiteindelijk zou moeten uitmonden in meerwaarde voor de belegger. Die meerwaardes waren dus niet echt zichtbaar, maar we geven toch nog even mee dat de tweede grootste belang in de portefeuille, de groep Forestier, dat daar 9% van verkocht werd aan de familie en dat daar toch wel een pak kapitaal en vooral cash liever werd vrijgemaakt. Die cashpositie die bevindt zich op bruto basis nog altijd rond 800 miljoen, terwijl daar 1,2 miljard euro kredietlijnen bovenop kunnen komen. En dat is meer dan voldoende om hun lopende verplichtingen in dat private equity segment te voldoen. Maar dat is allemaal een beetje analisten speak. Wat u wil weten is die intrinsieke waarde en hoe is het nu gesteld met die onderliggende waardering. Dan kregen we zoals vanouds niet zoveel informatie over, behalve dat ja, er toch een zekere conservativiteit is. Ze gaan door al die processen en die due diligence en ze maken zich sterk dat die huidige waardering adequaat en correct is. Voor 70% is die gebaseerd op recente cijfers, voor 30% moeten daar nog fondsen een update geven, dus ook daar niet veel verrassingen. Dus wat is de conclusie eigenlijk? Ja, dat onze analist blijft bij zijn eerder investment case van 300 euro koersdoel en dus een kopenadvies. En dat vergelijkt toch met een koers die behoorlijk wat lager ligt en dat verdient waarschijnlijk ook wel een klein beetje uitleg. Namelijk als je gaat kijken naar die intrinsieke waarde van om en bij de 275, 280 euro per aandeel. Ja, dat wij daar vanuit KBC Securities eigen inschattingen van maken, inclusief koersdoelen van genoteerd papier enzovoort. En dat je dan op die 300 euro uitkomt. Daar zit dus al wel enig optimisme in, maar daar tegenover staat dat de markt toch wel heel negatief kijkt naar dat aandeel van Sofina. Dat er toch wel wat over te zeggen valt in termen van ja, hoe zit het nu met onder meer die investeringen in wat vorig jaar nog unicorns werd genoemd. Maar wat van dit jaar wel eens zombiecoins zouden kunnen worden. En dan worden bedrijven die niet 1 miljard waard zijn, maar veel, veel minder. En hoe dat gaat impacteren. Zoals ik al in het begin gezegd heb, daar was vandaag zeer weinig over te melden. Zeer weinig nieuws en dat is eigenlijk een goed punt. Stabilisering van beurskoers en intrinsieke waarde is cruciaal voor het management. Dat op zijn minst iets wat meer hoopvol is ten aanzien van de tweede jaarhelft in termen van nieuwe investeringen, misschien ook nieuwe verkopen, iets wat we eerder bij GIMF ook al gezien hebben. Dus de winkel draait en zal blijven draaien. Alleen is de vraag hoeveel bent u bereid om ervoor te betalen? Dan komen we opnieuw bij KBC Securities die 300 euro per aandeel koersdoel en een kopenadvies geeft.